In dit filmpje wil ik laten zien hoe je op een gemakkelijke en snelle manier pompoentjes kan maken. Dit is een speciaal apparaatje om zo'n pompoentje te maken. Ze zijn in verschillende groottes te krijgen. En ik wil in mijn filmpjes geen reclame maken, dus ik ga het merk niet noemen. Jullie zullen zelf op zoek moeten naar waar je ze kunt kopen. Het hele geval kan uit elkaar. Je kunt het pinnetje in het midden lostrekken. Dat is de manier waarop je het pompoentje uiteindelijk van het apparaatje afhaalt. En ik wil nu laten zien hoe dit werkt. Ik ga starten aan een van de twee zijkanten. Het maakt niet uit welke kant. En ik pak de draad, die leg ik er tegenaan. Tegen die twee boogjes. En daar ga ik omheen wikkelen. Ik wikkel over het uiteinde heen, zodat ik hem niet vast hoef te houden. En vervolgens ga ik net zo lang wikkelen tot ik het hele rondje vol heb. Ik doe dit net zo lang totdat het kuiltje hier in het midden gevuld is. Ik probeer de draadjes wel een beetje te verdelen van links naar rechts. Zo, hij is dicht. Nu klap ik dat boogje dicht en ga ik met mijn draad recht oversteken naar de overkant. En dan ga ik daar precies hetzelfde doen. Zo, die is ook dicht. En dan klap ik deze kant ook dicht. En knip ik de draad af. En nu ga ik in het midden de draadjes allemaal doorknippen. Ik gebruik daar een hele scherpe, puntige stofschaar voor. Hij moet wel dicht blijven, want anders springen alle draadjes eruit. Dus ik hou hem met mijn vinger even tegen. En dan knip ik alle draadjes door. En die draadjes blijven gewoon vastzitten in het apparaatje. En nu gebruik ik een dubbele draad die ik in het midden tussen doen. Gaan we naar de overkant en dan kruis ik de draden, ik trek ze aan. Even strak trekken. Weer terug naar de andere kant. En een knoop leggen. Goed stevig aantrekken.
Nog een knoopje erop. En nu kan ik alle boogjes weer open doen. En trek ik het apparaatje uit elkaar. En nu heb ik een pompoentje gemaakt en alle uitstekende draadjes die knip ik af. Ik maak hem even mooi rond. Voilà. Een leuke variatie is de ene kant van het apparaatje wikkelen met de ene kleur en de andere kant met een andere kleur. Ik zal even laten zien wat voor effect dat geeft. Je kunt dus gewoon één kant wikkelen, dan klap je hem dicht en dan knip je de draad af. Dan blijft het gewoon zitten. Dus je hoeft niet moeilijk te doen met verschillende draden aan elkaar knopen en zo. En dat is het effect. Dit zijn de verschillende maten die te krijgen zijn. Dit zijn hele kleintjes. Daarna krijg je een, er staat op 35, dat is dus 3,5 centimeter. De volgende is 45, 4,5 centimeter. En daarna 65, 6,5 centimeter. En daarna komen de twee allergrootste. Een van 85, 8,5 centimeter. En een hele grote waar niet eens een maat op staat. Die heeft een centimeterverdeling op de bogen zitten. En daar kun je allerlei leuke effecten mee creëren door die op verschillende manieren om te wikkelen. Dus dat is een hele grote.